Ze waren terug naar de blauwe plek en die witte plek. Zo'n witte kimono en een blauwe kimono. Laat je niet gek maken, Mark Huizing. Daar komt hij met zijn aanval. Nog niet gevaarlijk. Mark gaat erin. Daar gaat hij, Ippon. En neemt hem over. Goud is er voor Mark Huizinga. Jongen. Na een Yuko dan nu het goud, de Ippon voor Mark Huizinga. En Chris de Korte heeft het moeilijk. Wat heeft deze man het verdiend? Mark Huizinga, de luchtmachtofficier, heeft Carlos Honorato laten vliegen. En ik zou zeggen, maak hem generaal, want hij weet hoe mensen moeten vliegen. Mark Huizinga, na Anton Geesink, Wim Ruska en Angelique Cerise, behaalt het goud bij de Olympische Spelen.